Een van de projecten waar nu heel hard aan gewerkt wordt is Vinopolis. Dat is een initiatief in opdracht van wethouder Herma. Vanuit Londen geïnitieerd met het idee om in de stad Amsterdam een plek te hebben waar je op het gebied van wijncafés een samenbundeling hebt van dat soort functies. En het accommodatieteam, dus het samenspel van al die loodsen, is nu aan het kijken naar een goede plek in de stad waar dat zou kunnen neerdalen in Amsterdam. Vinopolis is nou ja letterlijk natuurlijk wijnstad, dus ik denk een combinatie van een aantal wijncafés en waarschijnlijk met terrassen erbij en wat voorzieningen eromheen gelieerd aan wijn, wat echt een herkenbare plek in de stad krijgt, waar je dus als wijnliefhebber naartoe kunt gaan. Een andere traject wat loopt vanuit dat accommodatieteam is een project in de sfeer van media. Er zijn wel partijen die aangegeven hebben vanuit Hilversum graag ook een vestiging in Amsterdam te willen hebben. Die willen ook graag bij elkaar zitten. Nou, daar geldt eigenlijk een vergelijkbaar traject. Daar wordt gezocht naar meerdere plekken in de stad waar je dat zou kunnen accommoderen. En daar kijken we ook weer naar wat wil de markt en wat kan de gemeente daar ook aan hebben in het kader van gebiedsontwikkeling. Ja.